ik in mijn vorige video heb verteld, heb ik mijn kamer veranderd. En daarna kreeg ik gelijk superveel vragen over hoe het is geworden. Nou, ik moest nog de afgelopen dagen een paar dingetjes aanpassen. En natuurlijk, zoals ik het in heb gedeeld, waarschijnlijk veranderen nogal dingen. Maar ik wil toch heel graag mijn roomtour laten zien. Ik film mezelf niet, want ik ben ziek. Maar ik wil deze video toch graag voor jullie opnemen. Dus vandaar. Mijn kamer. Nou, het is echt super slecht licht nu, want het is echt heel donker. Het is echt slecht weer, terwijl het overdag is. Dus vandaar even mijn lampen aan. Maar nou, mijn kamer, zoals je ziet, gelijk al verandering. Ik heb deze hoek met mijn bank en mijn slaapstoel en in principe helemaal hetzelfde. Ik heb alleen hier nu een betere hoes om, een mooie hoes. Dus ik hing eerst gewoon een kleedje overheen, dus dit ziet er gewoon een stuk netter uit. En daar zie je in de hoek het kastje dat ik voor make-up gebruikte. Daar heb ik nu andere spullen in opgeborgen, oude schoolspullen en zo. Nou, dvd-boxen met dvd's, mijn tv'tje. Dit tafeltje is een stuk opgeruimder. Net gewoon een paar dingen. Ligt er een beetje stom bij daar. Een slaapbank. En nou, er is niet zo heel veel aan dit veranderd. Het is gewoon netter opgeruimder. Dan is het kleed hier weg en mijn bed. En hier staat nu mijn bureau. En dit is voor mij veel prettiger omdat ik hier veel meer lichtinval heb. Dus als ik foto's ga nemen op mijn bureau, dan heb ik veel beter licht. En dat is gewoon veel prettiger. En eerst was het heel erg moeilijk en uitzoeken hoe dat werkte. Nou, het bureau is wel kleiner. Dat vind ik wel niet heel prettig. Maar dat, ja, het is gewoon niet anders. En die kastjes die ga ik nog verven in het wit. Daar heb ik nu alleen nog geen tijd voor gehad. En dan liggen hier gewoon allemaal dingen om te reviewen. Mijn iMac en andere spulletjes. Hier een plankje met mijn schoolspullen. Alle schoolspullen die ik heb. Een paar schoolboeken en notitieboekjes. En een etui met stiften. En nou, dit zit echt heel fijn. 'S Avonds als ik aan het werk ben, dan heb ik lekker de sterren zie ik dan. En lampjes van de huizen verderop. En dat werkt echt heel prettig. Ik wil nog wel andere gordijntjes hiervoor. Waarschijnlijk ook wit in een mooie crème kleur of zo. Dan moet ik even gaan kijken bij de Zenos. Maar dit werkt echt een stuk prettiger. Nou, dan heb ik mijn trots, mijn aanwinst. Een make-up kast. En Sander zei gelijk al tegen mij, nou, je gaat echt niet zo'n asociale make-up kast kopen hoor. Nou, ik heb dus echt een vet grote kast voor mijn make-up. En hier bovenop heb ik het dan gezellig gemaakt met mijn doos van de sieraden, pardon. Blond potjes, kaars, parfum. Nou, wat andere, mijn 88 palettes. Hier heb ik een hele leuke opberger. De Godmorn, geloof ik of zo, Godmorn. En daar heb ik eyeliners, mascara's, gel liners en zo in bewaard. En nou, heb ik dan mijn parfum. Dat vind ik echt niet helemaal leuk dat ik het hier moet wegstoppen. Maar dat is wel beter. Dan blijft het ook langer goed. Op zich zit het wel handig in die vakjes. En hier heb ik oogschaduws. Maar er komt nog een uitgebreide stash update van. Want daar is ook al om gevraagd natuurlijk. Maar hier ben ik echt heel blij mee. Het was ook niet heel duur. Het was 90 of 80 euro geloof ik. En heb ik wel echt gewoon een mooie ruime kast. Ik wilde eigenlijk de kast kopen die ook bij mijn kledingkast past. Maar die vond ik wel toch wat te duur. En nee, deze vind ik prima. Dus ik ben echt heel heel blij mee. Dat was echt een droom van mij. Nou, mijn wastafel is allemaal hetzelfde. Dan heb ik hier mijn doos met nagellakjes. En er liggen dan nog wat andere doosjes op. Nou, dat moet nog allemaal weg. Dat het gewoon alleen die doos is. Maar nou, daar heb ik nog niet echt een plek voor gevonden voor die andere doosjes. Die moet ik ergens wegstoppen. En daar een doosje met make-up wat ik weg ga gooien of weg ga geven. Dan liggen hier voor de schoorsteen tassen. En ja, dat ziet er niet echt mooi uit. Maar ja, zoals ik al zei, het zal nog een beetje uitzoeken als ik naar mijn kamer heb veranderd hoe ik het ga doen. Dus die tassen moet ik eigenlijk nog even een betere plek voor vinden. Want het ziet er echt rommelig uit. Maar daar kom ik nogal op. Misschien dat ik wel een kapstok of iets dergelijks koop. Maar dan moet ik even kijken. Ik heb hier nog een leuk tafeltje staan. Make-up boeken. Dit boek is van Marie Claire trouwens. Dat is een tip. Kun je echt voor 7 euro kopen bij de slechte. En ik heb het boek van Bobby Brown. Die is wel een stuk duurder. Niet te koop bij de slechte. En Marie van de Ven. Echt 2 euro. Ik heb er al een keer eerder iets over geschreven. Maar bij deze nog een keer die tip. Nou, hier mijn boekenplanken. En nou, dit ziet er veel rustiger uit. Eerst had ik allemaal zooi op staan. En fotolijstjes en kaarsjes en zo. En nu heb ik gewoon alleen boeken. En mijn blondservies en andere glazen. Cocktailglazen en een cocktailshaker voor als vriendinnen wat komen drinken.
En ja, Shakespeare, Twilight, chick lit. Ik lees helemaal geen chick lit, maar ik heb het een keer gekocht voor vakantie. Nu heb ik het dus nog. Ja, dat ziet er echt veel gezelliger uit. En mijn koekoesklok. Nou, dan is hier mijn bed onder mijn dakraam. Tissues natuurlijk, maar dat snot als een gek. CD's. En dan heb ik dit. Dit vind ik ook echt super gezellig geworden. Het rode kastje van Ikea heb ik dan allemaal lijstjes van mijn vrienden en familie. En kaarsjes en een kandelaar opstaan. En dat, ja, dat vind ik echt heel gezellig. En dan een tegeltje. En een lijstje met daarin de betekenis van mijn naam. Nou, hier staat ook allemaal rotzooi. En dat is ook gewoon mooi. Eén mand nu. En dan mijn schoenen. Allemaal keurig op een rij. Sjaals hangen daar. En mijn kast. Staat ook een heleboel minder troep op. Een oog wat me beschermt tegen de boze geesten. Boven mijn deur. Marilyn Monroe. Ja, het hartjeskleedje. En dat was mijn kamer wel weer. Ik ben echt heel erg blij met hoe het is ingedeeld. Het voelt veel ruimer en opgeruimder. En ja, ik voel me echt veel meer op mijn plek zoals het nu is ingedeeld. En ja, daar ben ik echt, echt super, super blij mee. Dus, dus ik denk niet dat ik het nog heel ga veranderen, behalve dit. Hier ben ik nog niet helemaal tevreden over. Maar voor de rest ben ik er heel blij mee. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En tot de volgende keer. Doeg!